Spanning en sensatie gisteravond voor de uitslag van het beste studentenhuis van het jaar 2014. Een barbecue en 15 kratten bier. Daarmee moest de overwinning gevierd worden in Huize de Vries aan de Hagenkampweg. De 6 studenten hadden er alles aan gedaan om de titel in de wacht te slepen. Maar helaas, het mocht niet zo zijn. Het huis in Utrecht is met de overwinning vandoor gegaan. Nee! Ja! Maar dat is geen reden om niet gewoon keihard door te feesten. Dus pak er nog eentje en drink je verdriet weg. Yeah! Dat is natuurlijk wel jammer. Maar een mooie prijs die we hadden kunnen winnen. Dus tegenvallertje. Maar goed, hè. Leuk feestje nu, dus de gezelligheid blijft. Realisme overheerst. Tegen een studentenhuis met 15 man is het moeilijk knokken. Maar is Utrecht de terechte winnaar? Of denk jij, ja, nonnetje, we hadden moeten winnen? Nou, eigenlijk hadden wij wel moeten winnen. Maar we dachten eigenlijk al dat Utrecht had gewonnen. Want voordat de stemmen offline gingen, begin maandag dan, dus dan kon je niet meer kijken wie nou vooraan stond. Toen stond Utrecht al eerste, plus met de offline opdracht, met de kunstwerk die we moesten maken. Toen heeft Utrecht ook al gewonnen. Dus ja, toen dachten we eigenlijk al van ja, we moeten echt heel veel stemmen regelen. Willen we dat nog kunnen winnen? Dus ja, is net niet gelukt, hoorde ik net. Ik zie geen sip gezicht. Nee, natuurlijk, we hebben 15 kratten bier. Leg nog eens één keer uit, waarom hadden jullie eigenlijk wel moeten winnen? Nou, ik vind, en wij allemaal, dat de titel in Eindhoven hoort. Daarbij zijn we een hartstikke gezellig huis. Dus het was voor ons eigenlijk al duidelijk, maar ja, helaas. Ik zag hierboven een bad vol bier, dus volgens mij gaat het toch wel goed komen. Dat komt zeker goed, ja. Ja. Koud bier, dat is het belangrijkste, dus daar gaan we ook zeker op drinken. Dit jaar dus geen titel voor Eindhoven, vorig jaar wel. Toen ging de prijs voor het beste studentenhuis van het jaar naar studentenhuis Jam en Confituur. Dat Eindhoven al 2 keer de finale haalde, zorgt er in ieder geval voor dat de stad stapje voor stapje een echte studentenstad wordt.